Nou, dat is net achter het viaduct gebeurd, dus hier ergens. Ik weet niet precies meer, maar hier werd ik tegen de grond aangedrukt, ja. Nou, ik liep vanuit de Albert Heijn om boodschappen te doen, liep ik door het parkje. En eigenlijk moet je dit gedeelte lopen, wil je naar Echterstein lopen. En ik zag al een groep jongens zitten. Ja, die zaten op dit bankje. En het was niet het prettigste groepje jongens om doorheen te lopen. Ze namen ook het hele pad in beslag, zeg maar. Ja, ik ben er doorheen gelopen en wat meer je telefoon vastgehouden. En ik dacht er eigenlijk voor de rest niet veel van. Ik liep op ditzelfde stukje terug vanuit de Albert Heijn. En toen werd ik van achter werd mijn rugzak gepakt. Nou, in eerste instantie voelde ik alleen een ruk aan mijn rugtas. Er was één persoon die me eigenlijk dus omdraaide en die stond in eerste instantie met iets in zijn handen. Ik kon niet precies zien wat dat was. Maar toen ik me een beetje verdedigde uit paniek, toen voelde ik inderdaad dat het een scherp ding was. En dat was dus uiteindelijk een mes. En toen ze me uiteindelijk neergekregen hadden op de grond, toen zat er ook nog iemand links naast mijn hoofd met een pistool op me gericht. Ze duwden me op de grond en eigenlijk toen ik op de grond lag, toen vroegen ze van geef je telefoon, geef je telefoon. Ik heb op een gegeven moment niet meer tegengestribbeld. Ik heb in eerste instantie nog gezegd van wat zijn jullie aan het doen, laat me met rust. En uiteindelijk was het zo van nou hier, neem mijn telefoon maar, neem mijn portemonnee maar. Ik heb niks meer bij me. Ja, doe wat je niet laten kan. In de hoop dat ze mezelf met rust zouden laten. Dit is eigenlijk de eerste keer weer sinds, nou, het is echt de tweede keer dat ik hier weer doorheen loop. En in je eentje is het een hele rare situatie eigenlijk. Want je loopt eigenlijk precies op dezelfde plek waar het is gebeurd. Ik denk dat ik toch wel wat meer wantrouwender ben gaan worden over, ja, ook omdat het van achter is gebeurd. Want mensen die achter je lopen, dat je daar wat minder snel vertrouwen in hebt. Voor de rest, als je wat minder vaak met je telefoon over straat loopt, toch het idee dat het een beetje uitnodigt of zo.